Sander was voormalig winnaar hier vandaag een wedstrijd. Niet zo makkelijk, denk ik, hè? Nee, het was een hele verandering parcours. Het was eigenlijk niet meer, praktisch niets meer van wat het was. Maar het was een heel mooie verandering. En, ja, het is een nerveuze koers natuurlijk in het begin. Maar een keer dat de afscheiding begon te vallen, was het wel plezant koersen. En dan spreken de benen natuurlijk. Het was even een rare situatie met oponthoud door die brand natuurlijk. Maar ja, de veiligheid gaat voor alles. Dus ik denk dat de winnaar verdiend is. Dus ja, het was een heel mooie koers. Het was natuurlijk ook een heel zwaar quickstep blok, een lotto blok, ook Alpecin. Ben je tevreden van je wedstrijd? Ja, toch wel. Hè. We hadden op voorhand gezegd dat Gianni kopman was. En, ik denk dat heel de ploeg en ik ook zoveel mogelijk proberen te doen heb daarvoor. Maar ja, tegen een onketende Evenepoel kun je niet veel doen. Als je, ja, wij en UAE hebben geprobeerd en Lotto ook, maar je kunt daar niet veel. Ik dacht even dat we het ging toekrijgen, maar totdat we tot stilstand gebracht werden door dat brandvoertuig langs de kant. Ja, daarna zijn we nooit echt nog dichter gekomen. Heeft Remco zijn ticket voor het WK vandaag verdiend? Ik denk dat er daar anders ook niet echt twijfel over was, denk ik. Ik denk dat Remco een beetje certitude is voor zo'n selectie. Niet alleen voor dit jaar, maar voor de komende 10 jaar. Dus ik kan op alle parcours uit de voet. Maar dit is natuurlijk geen WK. Hè. Je komt met andere ploegen aan de start. Ja, je rijdt per land, dus dat speelt ook nog een keer een rol. En we zitten natuurlijk ook nog met een Van Aert. Hè. Dus, ik denk als ze met 2 kopman naar hier komen, dat er zeker kans maakt worden op de wereldtitel. Alleen zelfs heel goed overeen moeten komen natuurlijk. En zou Mathieu meerijden? Ja, ik hoop het. Hè. Ik denk als ik in het eigen ploegbelang denk, denk ik wel dat het haalbaar is. Ook een te duchtig concurrent uiteraard. Tuurlijk, maar ik denk dat Mathieu niet zal starten als hij niet weet als hij niet zeker is dat hij kans maakt om te winnen. Dus, als die start, denk ik wel dat je er mocht rust van zijn dat hij kans maakt om te winnen ook. Voor jezelf, wat hoop je nog te bereiken dit jaar? Ik ga nu naar Tour of Britain en ik hoop van daar een mooi klassement te rijden. Dat is in het verleden ook al gelukt. En we zijn er met een sterke ploeg, dus dat is zeker nog een doel van mij. En dan zit ik nog met 4 luiken in Italië, waar ik ook wel nog iets moois wil van maken. Oké, veel succes. Dank u wel.